makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haaien de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Stamvaste radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Goedendag dames en heren, mijn naam is Stuart Kenshuis en u luistert naar Karakter, het programma over politiek en maatschappij op Radio Stamvaste. Mijn gast vandaag is mevrouw Peggy Burke, voormalig gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Ik ga met haar praten over haar immigratie en eerste politieke indrukken. Mevrouw Burke, welkom in Karakter. Dank u wel, meneer. Ja. Dank u wel. Hoe maakt u het? Zullen we elkaar tutoyeren? Ik mag je zeggen dat dat vind ik een beetje moeilijk, maar ik ga het toch proberen. Ja? Oké. Hoe maak je het, Peggy? Ja, goed hoor. Het is een relaxte zaterdag. Ja? Wat heb je zo al gedaan op deze relaxte zaterdag? Nou, ik heb gesport. Ja. En verder eigenlijk niet zoveel. Oké. Nou, ik begin meestal deze uitzending met één vraag. En een bekende vraag voor mensen die vaker luisteren. En die vraag luidt, wanneer ben je precies in Nederland aangekomen? Weet je dat nog? En ik heb het precies over de datum. De eerste keer. Ja. Dat was in september 1967. September 1967. En hoe oud was je toen? 7. 7 jaar, oké. Bij die eerste reis kwam je met je ouders, neem ik aan. 7 jaar, dan reis je met je ouders. Ga ik vanuit? Nou, mijn ouders die woonden hier al. Die woonden hier al vanaf, ik dacht, 1965. Ja. Maar het zusje dat na me kwam en ik, we zijn min of meer door in onze jongere jaren bij oma opgegroeid. Ja. Dus wij zijn ongeveer 1,5 jaar later naar Nederland toegekomen. En jullie zaten alleen in een vliegtuig, begrijp ik? Nee. We werden netjes door de familie gebracht. Ja, dus met wie reisde je dan? Want daar zoek ik even naar. Oh, oké. Okay. Nou, mijn vader had een oudere zus. Ja. En later heb ik ook nog een paar keer bij haar in huis gewoond. Ja. En ja, bij haar, op een gegeven moment woonden we ook bij haar in huis. Ja. En zij is met ons naar Nederland toegekomen. En wie was die oudere zus? Wie was die oudere zus? Je mag haar naam gewoon even noemen als je wil. Ze heette Yvonne, of beter bekend als Wonnie Burke. Ja. Smit Burke. Ze was getrouwd met Kees Smit. Ja. Een Nederlandse man die al vanaf 1957 in Suriname woonde. Ja. En ze hebben zelf nooit kinderen gehad. En ja, ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid als hun kind. Oké, dus Wonnie Burke die heeft jou begeleid naar Nederland. En je vertelt er ook nog bij dat je zo'n beetje een geadopteerd kind van hen was. Daar komt het op neer. Ja, absoluut. Ja. Oké, leeft zij nog overigens? Nee, helaas niet meer. Helaas niet meer, oké. Nee. We komen daar misschien straks even nog meer over te praten. Maar waar ben je opgegroeid in Suriname? In welke wijk? Ik heb begrepen dat ik ben geboren aan de Toetonnenlaan. Ja. En het huis dat ik me het best kan herinneren, want eigenlijk woon ik vanaf ik baby ben bij mijn vaders moeder in huis, hè, bij oma Burke. Ja. En opa Burke. En het huis dat ik me kan herinneren, en ik kan het me zo goed herinneren dat ik het helemaal voor je kan tekenen nog. Oké. Okay. Ja. Dat stond aan de Nassilaan. Aan de Nassilaan. En ja. Weet je het huisnummer nog? Oeh, dat weet ik niet meer. Ja, dat weet ik niet meer. Maar dat huis staat er niet meer. Het is helemaal afgebroken. Oké, ben je er nog wel eens terug geweest naar die straat? Ja, heel vaak. En altijd als ik er langs rijd, kijk ik naar
waar het huis ooit stond. Ja. En zie ik gewoon dat hoge hek. Maar er staat geen huis meer. Het is verdwenen. Zo gaat dat met materiële... Hoe zeg je dat? Met dingen. Die verdwijnen wel eens. Ja, met materiële zaken. Ja, absoluut. Die verdwijnen. Maar de herinneringen verdwijnen niet, gelukkig. Men zegt ook wel eens over personen dat ze pas dood zijn als de herinnering... Als niemand meer over ze spreekt, dan is de herinnering ook weg. Dus zolang we over ze spreken, daarom hou ik er ook van dat mensen de namen noemen van mensen die ze in gedachten hebben en die iets voor hen betekend hebben. Dus ja, absoluut. Ja. Oké, maar je bent dus daar op die straat, op de Nassilaan, daar ben je opgegroeid ook, klopt dat? Daar heb ik tot mijn zesde ongeveer gewoond. Ja. En toen is mijn grootmoeder, die is naar Nederland vertrokken. Ja, kan je haar naam even noemen alsjeblieft, je grootmoeder? Mijn grootmoeder heette Silva Robles. Silva Robles, zo. Okay. Ja, haar vader was een echte Joodse man. Ja. David Abraham Robles. Ja. En hij was goudsmid en mijn grootmoeder was een van zijn dochters. Ja. En zij was getrouwd met Harry Burke, zo heette mijn grootvader. Ja. En mijn grootvader die was procuratiehouder bij de Centrale Bank. Van Suriname? Van Suriname, ja. Ja, en bij hen ben je opgegroeid dus eigenlijk? Tot mijn zesde ongeveer, ja. Ja, en hoe was het bij hen? Wat voor herinneringen heb je aan hen? Het was geweldig. Als ik aan... ik was voor hun eerste kleinkind. Ja. Want mijn ouders waren vrij jong toen ik werd geboren. Dus vandaar dat ik daar in huis ben opgegroeid. Mijn moeder woonde daar ook in huis. Ja. En mijn vader ook. Oké. En het was een heel hecht gezin. Waarbij iedere dag iedereen gezamenlijk aan tafel zat te eten. Oké. Wat ik me heel erg herinner uit die tijd is dat oma helemaal gek was op mijn zusje en ik. Mijn zusje heet Wendy en ik. En die maakte dan de mooiste kleertjes voor ons. En als we die kleertjes moesten passen, als ze af waren, dan kregen we ze aan en dan moesten we op een tafel gaan staan en dan moesten we Sikkie Meringa, Sikkie zingen. Zeg dat nog eens, Sikkie Meringa? Sikkie Meringa. Ja, hoe ging dat? Ken je dat nog uit je hoofd? Moet ik dat echt gaan zingen? Ik heb gehoord dat je heel goed kan zingen. Dus, oh ja? Dus laat maar horen. Sikkie Meringa, Sikkie, Sikkie Meringa. Ajosi in de Isis Karamba in Merekumbe. Nou, geweldig. ik kan me ook vaag zo'n liedje herinneren. Ik weet niet of het hetzelfde liedje was, maar dat ritme dat zit er meteen in. Ja, precies. Ja. En dan kregen we die kleren aan en dan gingen we met oma. Mijn oma wilde altijd in de stad wonen. Ja. Was een echte stadsmens, want ze wilde overal naartoe kunnen lopen en fietsen. Ja. En dan gingen we met oma wandelen en dan gingen we vaak naar Soda Fountain toe. Soda Fountain, wat is dat? Soda Fountain, dat was een hele grote lunchroom. Ja. Volgens mij op de hoek van de Domineestraat en de Keizerstraat, als ik het goed heb. Ja. En op Spanhoek heette dat daar toch. En dan dan kregen we krabbenpasteitjes. Krabbenpasteitjes? Krabbenpasteitjes, echt heerlijk. Ja. En ice cream soda. Ja. En dan kwam ze altijd al haar vriendinnen tegen onderweg. En dan was het heel trots. Ja. Was ze dat ze met haar twee kleindochters over straat liep. Nee, het was een geweldige vrouw. Die haar tijd eigenlijk ver vooruit was. Ja. Een hele geëmancipeerde vrouw. Waar bleek dat bijvoorbeeld uit? Dat ze zo geëmancipeerd was? Waar bleek dat uit is dat ze was gek op haar man. Ja. Maar haar man die was een beetje een
een vrouwenversierder, om het zo te zeggen. Oké, okay. Waar heb ik dat eerder gehoord? Ja, en op een gegeven moment had ze er zo genoeg van. Ja. En toen kwam ze er ook achter, want ze kwam heel vaak naar Nederland, omdat een van de zusters van mijn vader, ja. Mildred, die was heel ziek. Die had een auto-immuunziekte. Die had wat ze nu lupus noemen, maar in die tijd was het heel erg experimenteel, de behandeling en ja. ook de diagnose ervan. Dus Mildred die woonde hier. En daardoor was mijn oma ook heel vaak in Nederland. En toen kwam ze er eigenlijk achter dat ze als oudere vrouw, dat ze hier AOW kon krijgen en een uitkering kon krijgen en al dat soort zaken. Wat haar financieel onafhankelijk maakte van opa. Dus uiteindelijk heeft oma de benen genomen. Oké. Dus op een gegeven moment is ze gewoon vertrokken. Ik heb genoeg van jou, zoiets. Ja, man, zoek het maar uit. Ja, oké. Ja, dus dat vond ik heel emancipatoire. Zeker in dat tijdperk. Want vrouwen bleven toch bij hun man, omdat ze vaak ook een financiële afhankelijkheid hadden van die man. Zeker. En oma was daar helemaal klaar mee. Dus op een gegeven moment. Die was heel vaak in Holland. En toen zijn Wendy en ik, zijn bij mijn oom en mijn tante, is Smit-Burke, zijn we gaan wonen aan de Maretretenweg. Ja. We woonden precies naast, aan de ene kant woonde de Balfours, de familie Balfours, yeah. Die ook familie van ons waren. Okay. En aan de andere kant woonde de familie Biswamiter. Ja. Kan je nog uit die periode, zowel de Nassilaan als de Maretretenweg, kan je daar nog vriendjes en vriendinnetjes van herinneren die in de buurt met je zijn opgegroeid of misschien die je nog steeds kent? Nou, uit de Nassilaan niet echt. Nee. Maar de Maretretenweg zeker. En ja, dat waren mijn neefjes en nichtjes die naast ons woonden. Ja. Tjaltje, Pieter en Elisa en Betje Balvoort. Ja. En daarnaast had ik ook Paul Abinna, die later politiek actief is geworden in Suriname. Paul, die woonde in een zijstraatje van de Maretretenweg. Ja. En die was heel veel bij ons over de vloer. Over de vloer. Iedereen zag al heel snel dat Paul hoe noem je dat? Dat hij heel slim was. Ja. En hij werd ook heel erg gestimuleerd door mijn familie om naar school te blijven gaan en hulp geboden, zodat hij naar school kon blijven gaan. En okay. Dat hij niet hoefde te gaan werken. Dat kan ik me herinneren uit die periode. Ik was natuurlijk 7 toen ik naar Nederland toe kwam. En toen ben ik in Dordrecht gaan wonen bij mijn ouders. Ja, daar komen we straks op. Maar nog heel even dat stukje in Suriname. Want je hebt het over Paul Abinna. Hij was later politicus. Ik dacht of voor CECA of voor ABOP. Voor CECA. CECA, ja. Dat is zijn partij, ja. Ja, en wat doet hij nu? Hij is ook nog een tijdje minister van sport geweest en van jeugd, geloof ik. Ja. Ik weet niet wat hij nu doet. Ik heb hem, af en toe spreek ik hem, maar ik heb hem nu echt heel lang niet gesproken. Oké, maar die vriendschap is vanuit toen, is dat... Die vriendschap dat, is vanaf toen, ja, echt. Ja, dat is geweldig. Oké, ja. Op enig moment ben je naar school gegaan natuurlijk. De lagere school, de middelbare school. Welke scholen heb je bezocht in Suriname? Jeetje, hoe heet die school? Oh my god, mijn hoofd. De Juliana school, daar heb ik op gezeten. Waar was dat? Welke straat? Weet je dat? Dat was, je kon er van twee kanten in. Je kon er in vanaf de Gravenstraat. Ja. Of je kon er in vanaf de Van Siepensteinlaan, geloof ik. Waar later de Nederlandse ambassade was. Ja. Daar was dan de ingang eigenlijk van de... Er was een ULO-school, geloof ik, erachter. Ja. En dan kon je... Maar dat was op hetzelfde erf als de Juliana-school.
Oké, dus, meestal werden wij afgehaald en gebracht via de Van Siepensteinlaan. Oké, de Van Siepensteinlaan. Ik kan me vergissen, want het is voor mij ook al zo lang geleden. Maar dat is toch een straat daar vlakbij het plein van 12 mei, is dat niet zo? Of vergis ik me nu? Nee, de Van Siepensteinlaan is de Combe. Ja. En het is een zijstraatje van de Combe. Oké. Ja, maar in ieder geval, daar heb je dus op school gezeten, op de Juliana school. En later, de middelbare school, want je hebt ook een paar klassen daar gehad, geloof ik, of niet? Nou, dat is toen ik terugging naar Suriname. Ja. Ik zat in Nederland op het lyceum. Ja. En eigenlijk in de tweede klas van het lyceum toen ik in de tweede klas van het lyceum zat, gingen mijn ouders terug naar Suriname in 1973. Ja. En toen heb ik eerst op de Dennert school gezeten, de Dennert Mulo school. Ja. Dat is een school op Maretraite. Ja, oké. En ik ben eigenlijk vanuit de derde klas, want je kon of je Mulo afmaken of je kon vanuit de derde klas van de Mulo naar de AMS. Ja. En ik heb examen gedaan in de derde klas van de Mulo, toelatingsexamen. En ik ben dus eigenlijk vanuit de derde klas Mulo naar de AMS gegaan. Okay. En ik heb de AMS afgemaakt in Suriname. Oké. En uit die periode heb je waarschijnlijk ook vrienden, vriendinnen. Uit die periode die je nog steeds wellicht mee bevriend bent. Ja, heel veel. Noem eens een paar namen, alsjeblieft. Oh, jee. jeetje. Monique Vadenburg, ja. Jeetje, het zijn er zoveel. Ik ken ze niet allemaal. Ik kan niet zo makkelijk op die namen komen. Maar we hebben zelfs een Facebookpagina. Oké. Waar we Orwine Pokorny. Ja. George Fouaman. Ja. Jeetje, wie nog meer? Karel Dau. Nee, geen Karel Daus. Een andere Daus. In ieder geval een Dalsen. ja. Oké. De Bagges, Iwan Bagges. Ja. Alicia Fouchou. Jeetje, zoveel. Ja. Maar jullie hebben een Facebookpagina en dan praten jullie over die goede oude tijd? Of gaat het vooral? We hebben een Facebookpagina waar mensen die op de AMS hebben gezeten tussen 1975 en 1985, ja, waar die van alles en nog wat op posten en elkaar ontmoeten en noem maar op. Ja, oké. En dan naar die eerste dag, want je stapte in het vliegtuig, neem ik aan. Of reisde je, het was het vliegtuig, hè? Ja, toen ik hier naartoe kwam, ben ik met het vliegtuig gekomen, ja. Oké, je stapte in het vliegtuig samen met hoe zeg je dat? Met mijn tante. Met je tante. En oom, ja. Ja. En mijn zusje. Kan je van die dag nog iets herinneren? Heb je daar levende herinneringen aan? Oh ja, zeker. Want ik vergeet het gevoel nooit meer. Ja. sorry. Dat ik naar buiten ging, ja, sowieso dat ik flatgebouwen zag, dat vond ik heel wat. En mijn ouders woonden in een flatgebouw. Ja. Dat huizen boven op elkaar waren, dat vond ik heel bijzonder. Ja. Maar wat ik heel vreemd vond, en dat gevoel heb ik soms nog steeds, is dat je naar buiten gaat, de zon schijnt, maar het is koud. vooral als je net uit dat warme Suriname komt. Ja. Is september best wel fris hier. Ja. Maar het was een mooie zonnige dag. Dus je gaat naar buiten. Ja. En je denkt de zon schijnt, maar het was gewoon koud. Ja, dus dat is wat je is bijgebleven ook. Wat me echt is bijgebleven. Gewoon de kou, ja. En kon je er tegen? Of zat je te bibberen? Nou, ik ben niet echt. Ik kon er niet echt goed tegen, nee. Ik was ook niet iemand die makkelijk ging schaatsen of zo. Want in die tijd hadden we nog hele echte winters. Hè? Dus zeker. Als het winter was, dan was het echt beren koud. Ja,
Ja. En nou ja, dan gingen al mijn vriendjes en vriendinnetjes, die gingen schaatsen. Ja. En ik heb het een paar keer geprobeerd, maar ik kwam altijd huilend van de kou thuis met blauwe tenen en blauwe vingers. Ja. En ik vond het niet een pleziertje, nee. Maar je kon wel schaatsen, dus dat was het probleem niet, toch? Nou, ik heb het wel geleerd, ja. Ik ja. Maar ik heb wel rollerskates. Ja. Daar kan ik prima op schaatsen, maar om op het ijs te schaatsen, dat is niet mijn ding, nee. Ja, als je kan rollerskaten, dan kan je ook schaatsen, denk ik zo. Dus ja. Ik denk dat rollerskaten moeilijker is. Ja. Maar goed, in ieder geval, je was op die eerste dag was je in Nederland en wat je ervoer was de kou. Waar zijn jullie naartoe gegaan die eerste dag? Naar welk adres, weet je dat nog? Ja, we woonden op de Generaal Spoorstraat, nummer 235 in Dordrecht. In Dordrecht, oké. Okay. En, ja. En hoe was het daar? Want je komt een straat binnen, een nieuwe straat waar je gaat wonen. Hoe heb je het ervaren? Ja? Ja, het is wennen. Je moet aan alles wennen. Aan de school, aan het systeem, aan de mensen. Ja. Ik vergeet nooit dat wij moesten dan iedere middag om 5 uur naar binnen, want dan moesten we eerst even douchen voordat we gingen eten met z'n allen aan tafel om 6 uur. Ja. En je hebt het over thuis, dat je eerst moest douchen voordat je gaat eten. Ja. Dat was een dat was een Surinaamse gewoonte die jullie hadden aangehouden hier in Nederland. Ja, absoluut. Okay. Maar dat vonden mijn vriendjes en vriendinnetjes, die vonden dat maar heel erg raar. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar, douchen, dat doen we 1 keer in de week. Dat doen wij alleen op zaterdag. Zo heb ik het ook begrepen van veel Hollandse kinderen. En toen die tijd was het ook nog zo, ik weet niet of je het weet, Peggy, maar heel veel huizen in Nederland, die hadden helemaal geen badkamer. Ik kan me ja, van... nou, wij hadden dus wel een badkamer en het was niet zoals het nu is met een douche en zo, maar je had zo een een bidon misschien? Een soort bidon, een soort kuipachtig iets. Een kuipachtig iets en dan ging je in die kuip staan en daar ging je jezelf in wassen. Ja, dat noemde men een bidon, heb ik begrepen. Ja. Dat hadden wij ook volgens mij. En hebben we eruit gegooid en een badkamer gebouwd. Ja, precies. Want anders was het geen doen. Maar nee. Jullie gingen dus voor het eten, gingen jullie douchen. En dat moest. Dat moest. Ja? En ja. Ja, winter of geen winter. Ja, maar je vriendjes, want je sprak daar wel eens met je vriendjes over, begreep ik? Want ze vonden het vreemd. Ja, want die wisten gewoon, we moeten naar huis, want we moeten gaan baden. Ja, en ze wisten niet wat ze hoorden. Ze wisten niet wat ze hoorden, baden. Ja. Dat doen we volgende week wel. Ja. Ja, maar hoe was het opgroeien daar in die straat? Want welke leeftijd ben je daar gebleven? Nou, bij mij is het een beetje verschillend gegaan. Ik ben toen ik 2 jaar later, op 9-jarige leeftijd, heb ik er echt op gestaan dat ik met mijn grootmoeder terug wilde naar Suriname. Okay. Dus toen ben ik met mijn grootmoeder teruggegaan naar Suriname en dat hebben we gedaan op zo'n prachtig passagiersschip, de Oranje Nassau. Ja, en ze ging terug voor vakantie of voor langere tijd? Hoe zat dat? Oma ging op en neer. Oma. Oma was een zelfstandige vrouw. Oma was een zelfstandige vrouw. Ja. Niemand kon oma vertellen waar ze naartoe moest en hoe ze er naartoe moest. Ze ging en stond waar ze wilde. Ja. Ze had kinderen in Suriname en ze had kinderen in Nederland. Dus ze ging op en neer. Okay. En ze ging het liefst met de boot, want dan kon ze, als ze hier was geweest, heel veel spullen meenemen terug naar Suriname. Ja. Want in die kajuit, daar kon je van alles in, kon je het helemaal vol proppen, terwijl
een vliegtuig, daar kon je alleen met je koffertje in. Precies. Dus ze kwam meestal wel met een koffertje met het vliegtuig naar Nederland toe, maar ze ging altijd terug met de boot. Okay. En toen ik 9 was, mocht ik mee terug met de boot. Ja. En toen heb ik daar gewoond tot ongeveer mijn 11e. Ja. Heb ik bij mijn tante gewoond, hè, bij tante Wonnie. Ja. En toen woonde tante Wonnie, intussen woonde tante Wonnie aan de Pandorastraat. Ja. En oma woonde beneden. Mm-hmm. En tante Wonnie woonde boven aan de Pandorastraat. Oké. Okay. En dat was een hele fijne tijd. En toen ben ik toch teruggekomen naar Nederland, omdat mijn zusjes en broertje mij misten. Oké. Okay. Maar misten jij ze ook? Niet echt. Nee. weten ze dat? Ja, dat weten ze. Okay. Ik had het prima naar mijn zin. Ik was toch altijd wel een beetje Einzelganger. Een beetje dus als je oma misschien. Een beetje als oma. Ik had het prima naar mijn zin in Suriname. Dus, maar ja, toen gelukkig besloten mijn ouders, toen ik 13 was... zelfs voordat ik 13 was, dat we teruggingen naar Suriname. Oké. Okay. Want mijn vader, intussen was zijn zus, die zo ziek was in Nederland, die was overleden. Ja. En ik had het idee dat mijn vader altijd in Nederland had willen zijn om dicht bij die zus te zijn. Oké. Okay. En toen ze er niet meer was, had hij ook wel meer de behoefte eraan om terug te gaan naar Suriname. En dat hebben ze gedaan in 1973. Oké. Okay. En wij zijn teruggegaan met ze. En ik heb daar gewoond tot 1979, totdat ik klaar was met de middelbare school. Oké, okay, dat elke keer komen en gaan, ook van jezelf. Wat deed dat met je? Want hoe zal ik het zeggen? Je veranderde natuurlijk, je groeide op, je was een meisje in ontwikkeling. Maar vond je het altijd fijn om terug te gaan naar Suriname? Werd je niet vreemd aangekeken? Van, oh, daar komt die kleine blakka bakra weer, zoiets. Hoe reageerde men op jou? Hoe reageerde jij zelf op de mensen? Of op de kinderen? Ja, nou, ik denk dat toen ik 9 was en daar naartoe ging, dat het niet zo... problematisch was, maar toen ik 13 was en daar naartoe ging, en toen werden we wel een beetje raar aangekeken. En raar aangekeken in de zin van? In de zin van, we spraken alle vier, want ik heb twee zussen en een broer. We spraken alle vier met een Dordts accent. Okay. Dat we heel snel hebben afgeleerd. dus zodra je Suriname was, moest je dat Dordtse accent even in Dordrecht laten. Nou ja, dat was wel beter, ja. Ja, want wat gebeurde er dan? Werd je gepest? Wat gebeurde? Ja, natuurlijk. We werden bakra's genoemd en... maar dat was ook weer snel voorbij, hoor. Dus we hebben ook snel weer onze draai gevonden in Suriname. Ja, oké. Okay. Je hebt daar kinderen zijn wat dat betreft best wel makkelijk. Die passen zich makkelijker aan dan volwassenen, denk ik. Ja, dat kan. Mijn inschatting is dat correct is wat je zegt. Alleen, kinderen kunnen ook best wel heel hard zijn. Denk ik. Zeker als het gaat om de verschillen aanduiden en daarop andere pesten. Dat is mijn indruk ook. Ja, zeker. Ja? Zeker. Ja. Ja. Okay. Maar je hebt de Amps daar gedaan en daarna ben je naar Nederland gekomen. Want waarom besloot je om terug te komen naar Nederland? Was het vanwege studie? Nee, je viel even weg. Oh, dat is gek. Ik was er gewoon. Ja. Ja? Zal ik de zin even herhalen, de vraag? Ja, heel graag. Oké, okay, want op enig moment heb je de Amts gedaan en je besloot naar Nederland te komen. En waarom was dat? Was dat vanwege studie? Nou, in Suriname zijn mijn ouders gescheiden. Ja. En mijn moeder is teruggekomen naar Nederland met mijn zusjes en broertje. Ja. En ik ben in Suriname gebleven, weer bij tante Wonnie natuurlijk. Je lievelingstante? Ja, en heb mijn middelbare school afgemaakt.
En eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat ik terug zou komen naar Nederland. Want ik was met tante Wonnie en oom Kees naar Barbados geweest. Ja. En wilde eigenlijk op Barbados gaan studeren aan de University of the West Indies. Ja. En ik was al naar campus geweest en alles. Maar uiteindelijk, er werden beurzen gegeven voor de University of the West Indies. Omdat Barbados is natuurlijk een peperdure plek om te leven en te wonen. Ja. En uiteindelijk heb ik die beurs niet gehad. Okay. Dus toen bleef er voor mij één mogelijkheid open. En dat was gewoon mijn moeder en zusjes en broertje achterna komen terug naar Nederland. En ja, sindsdien woon ik in Amsterdam. Ja, maar je kwam je dus specifiek om dat je familie hier was? Of was het ook omdat je wilde gaan studeren? Omdat ik wilde gaan studeren, ja. Ja? Ik wilde rechten gaan studeren. Dus ik ben naar de Vrije Universiteit gegaan. Ja. En ik heb rechten gestudeerd tot mijn kandidaat. En toen ben ik ermee gestopt. Waarom? Ik had geen zin meer. Ja, oké, maar vond je de studie niet leuk? Wat, dat moet een reden zijn. Ja, maar ik denk dat ik het een beetje saai vond. En ik werd heel erg afgeleid door alle andere dingen die Amsterdam te bieden had en die er om me heen gebeurden. Ja, zoals? Ben je over de schreef gegaan wellicht, Peggy Burke? Over de schreef? Nee, ik ben altijd al een beetje een politiek dier geweest. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een stichting opgezet, de Stichting Art Support. Ja. En daarmee probeerde ik zwarte kunstenaars, ja, meer naar voren te schuiven in het zowel op het gebied van muziek als beeldende kunst, als theater, noem maar op. Ja. Heb in die tijd heel veel mensen ontmoet die in die periode bezig waren. Mensen als Rufus Collins en noem maar op. Ja. En maar was dat de grote afleiding? Dat je dus die studie links liet liggen? Vanwege de andere bezigheden die jou meer trokken? Was dat het? Vanwege andere bezigheden die me meer trokken. Ja, want je hebt het toevallig over de politiek. En dat is ook de overgang waar ik naartoe wilde. Dat stukje over je eerste politieke indrukken. Want dat begon al in Suriname, toch? Die eerste dat begon in Suriname. Ik kwam in 1975 op de AMS. En dat was het jaar waarin Suriname onafhankelijk werd. En we hadden hele revolutionaire leraren op de AMS. Zoals? Meneer Bongers, dat was een Nederlander die op een gegeven moment naar Suriname is gegaan, die volgens mij nog steeds daar woont. Ja. Arthur ten Berge, van hem kreeg ik sociologie. Dat was een Indonesiër die op een gegeven moment ook in Suriname is gaan wonen en daar een gezin heeft gesticht. Okay. Hoe heet die? Roy McDonald, van hem kreeg ik geschiedenis. Ja. Later kreeg ik wiskunde van Hiwat. Ja. Nou ja, maar wat maakte die leraren zo revolutionair, zoals je dat zelf zegt? Wat was er zo revolutionair? Nou, die hadden allemaal zoiets van, oké, is mooi geweest. We gaan nu de geschiedenis en de sociologie en de aardrijkskunde en noem maar op, gaan we benaderen vanuit ons perspectief. Ja. En niet meer vanuit dat Nederlandse perspectief. En bovendien werden ze allemaal lid van, want Suriname was natuurlijk politiek heel erg verdeeld in etniciteiten. Ja. En toen ontstond de Volkspartij, ja. Ruben Lipausam. Ja. En dat was de eerste partij waarvan de jeugd en de mensen die revolutionair naar dat land keken, het gevoel hadden dat die dwars door die etnische barrières heen brak. Dus
Al die leraren die waren lid van de Volkspartij. Wij werden lid van de Volkspartij, ik moet je zeggen. Met wij bedoel je de jongeren? De jongeren om je heen. De mensen die bij mij op school zaten. We kregen allemaal vlaggen van de Volkspartij in onze tuin wapperen tijdens verkiezingstijd en zo. Ja, dus op school werden jullie een beetje politiek gedrild, begrijp ik. Ja, we werden best wel, ja, tuurlijk, we werden best wel beïnvloed door die sfeer die er op dat moment in Suriname heerste. Ja. Maar hoe keken die leraren en jezelf in die periode naar de onafhankelijkheid? Waren jullie daar erg voorstander van? Absoluut, we vonden het geweldig. Ja, maar namen jullie in jullie overwegingen mee, in de discussies die jullie hadden, dat er ook een hele grote groep mensen waren die daar absoluut geen voorstander van waren? Ja, maar die mensen die moest je maar gewoon mee gaan krijgen en laten inzien. Kijk, wij keken natuurlijk nog niet naar, hoe noem je dat, economische motieven, socio-economische motieven. Dus dat de mensen die sowieso al in armoedige posities verkeerden, dat die het nog moeilijker zouden gaan krijgen. Wij keken ernaar puur vanuit dat intellectuele perspectief, dat het lang genoeg geduurd had, dat kolonialisme en de heerschappij van Nederland over Suriname en alles wat daarvoor is geweest, contractarbeiders, slavernij, noem maar op. Wij vonden gewoon dat er een einde moest komen aan die dominantie van Nederland. Als je zegt wij, dan komt het op mij over alsof je er volledig achter stond. Klopt dat? Ja, volledig. Ja? Oké. Okay. Volledig. Ja. En als je erop terugkijkt nu, we zijn nu 45 jaar later geloof ik. 47? Wat is het? 46? 46 jaar later. Wat zeg je dan? Was dat een juiste beslissing? Dat was een absoluut juiste beslissing. Ja. Ik zou het verschrikkelijk vinden als wij nog steeds in dezelfde situatie zouden verkeren als de Nederlandse Antillen. Die nog volledig afhankelijk zijn van Nederland. Die hebben natuurlijk ook een hele andere positie. Suriname is een land dat enorm veel natuurlijke hulpbronnen heeft en natuurlijke rijkdommen. En wat ik heel jammer vind is dat we na de onafhankelijkheid dat land hebben ingericht volgens de maatstaven van onze kolonisator. Ja. En dat we gewoon de pech hebben gehad dat er allemaal mensen aan de macht zijn gekomen die meer aan zichzelf hebben gedacht dan aan dat land. Precies, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Want ik twijfel erg als het gaat om die onafhankelijkheid en om mensen die of voor of tegen zijn. Omdat nergens in hun betoog die morele verantwoordelijkheid van op je eigen benen staan en we moeten het juiste doen, wordt meegenomen. En het is altijd een soort politieke visie. En ik denk van, er moet toch ook een morele verantwoordelijkheid zijn van we moeten het juist goed doen, omdat we al zo'n strijd hebben geleverd en geleden, et cetera. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik kijk er precies zo naar. Ik was in september jongstleden was ik 10 dagen in Suriname. Ja. En ik ben eigenlijk een beetje met een gebroken hart teruggekomen, omdat ik dat land nog nooit zo in zo'n groot verval heb gezien als ik in september heb gezien. Wat heb je gezien bijvoorbeeld? Nou ja, armoede. Mensen kunnen het allemaal niet meer bolwerken. En omdat men zo gefocust is op alles wat geïmporteerd wordt naar dat land en mensen niet hebben geleerd om, want Suriname leent zich daar perfect voor, om in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Ja. Is er heel veel armoede? Ik heb nog nooit zoveel bedelaars gezien. Is het erger in jouw, als je ernaar kijkt, dan
toen jij opgroeide als kind? Want toen was er ook armoede in de voor 19... Is het erger? Ja, maar ik bedoel, nee. Dat is gewoon niet met elkaar te vergelijken bijna. Dat is gewoon niet met dat zoals het nu is. Kijk... Weet je waarom ik het zeg? Omdat ik zelf daar... een paar klassen lagere school heb gehad voordat ik naar Nederland kwam. En in mijn blik, zoals ik naar de wereld keek, ik kan me niet herinneren dat ik ooit drugsverslaafde mensen op straat zag lopen, op bedelaars. Ik kan het me niet herinneren. Er was wel armoede, dat weet ik wel. Zelfs als kind zie je dat. Maar zoals ik nu op beelden zie, op video's, met allerlei zwervers, ik weet niet hoe je dat noemt. Dat zag je toen niet, hoor. Nee. Ik kan me niet eens één junkie herinneren van die periode. En nu, ik zie beelden en dan vertellen mensen van, ja, daar wonen junkies, daar lopen junkies. Je schrikt ervan. Ja, dat land wordt overspoeld met drugs natuurlijk. En mensen zijn gewoon arm, ze hebben geen geld. Ja. Je moet nagaan dat toen ik 3 jaar geleden in Suriname was, was de koers 1-4. Ja. En op dit moment is de koers 1-24. Ja, dus alles is ook 6 keer duurder dan wat het was. Maar de mensen hebben niet meer geld dan wat ze al hadden. Dus het is koopkracht is behoorlijk achteruit gegaan. Is gewoon verschrikkelijk achteruit gegaan. En mensen hebben gewoon niets. Ja. En er zijn een paar mensen in het land die hebben alles. Die hebben de hele wereld. Ja. En het grootste gedeelte heeft helemaal niets. Ja, ja. In die periode dat je politiek actief was als jong meisje, hoe oud was je toen? 16, 17, 18 misschien, ik weet niet. 16, 17, 18, ja. Ja. Wat deed je dan bijvoorbeeld? Gingen jullie de straat op? Gingen je pamfletten uitdelen? Hadden jullie politieke discussies? Hoe ging dat politieke... hoe ging dat er aan toe? Alles. We hadden discussies. We hadden bijeenkomsten waar we spraken over de toekomst van het land. We gingen af en toe de boekhandel van de Volkspartij bemannen. Hè, want, de boekhandel? Waar was dat dan? Volgens mij was het in de Keizerstraat. Ja, en jij stond dus achter de balie om boeken te verkopen. Begrijp ik dat? Goed uit je woord? Sommige van ons wel, ja. Ik heb het niet heel vaak gedaan, hoor, maar... sommige van ons wel. En wat waren dat voor boeken? Socialistische boeken? Nou ja, socialistische boeken. Oké, ja. Oké. Kan je 1 boek herinneren die je verkocht hebt of die je gelezen hebt uit die periode misschien? Nou ja, het waren boeken veel Amerikaanse schrijvers die spraken over de vrijheidsstrijd. Frans van Fanon Amerika, misschien? Maar ook Frans Fanon. De verworpene derde. Marcus Garvey. Ja. Dat soort boeken lagen er, ja. Oké, okay, ja. En hoe kijk je terug op die periode, dat politiek actief zijn in Suriname? Vond je het fijn? Het was ook broodnodig. Ja, oké. Okay. En de partij, dat was de... Hoe heette die partij? Van de Ruben Lipojam? De Volkspartij. De Volkspartij. Wat is er van geworden? Want nu is de Volkspartij dus... Nou, ik weet niet wat er van geworden is. Maar ik heb begrepen dat Lipojam een van de grootste goudboeren is. Op de... Suriname. Is dat niet een beetje... Ja, ik weet niet wat voor woord ik ervoor moet vinden, maar van socialist tot kapitalist, zoiets. Ja, niet te... Ja. In Nederland zeggen ze links lullen, rechts vullen. Links lullen, rechts gaatjes vullen. Maar wat is dan de waarde van al zijn woorden, van al zijn...
Ik bedoel, als je dan toch... Of heeft hij het gewoon opgegeven? Wat, heb je hem wel eens gesproken? Nee. Ik weet echt niet wat er daar is gebeurd. Ik weet het niet. Ja, geld terug. Maar geld maakt de mens toch corrupt op een of andere manier. Ja, uiteindelijk waarschijnlijk wel. Als hij veel geld kan verdienen met gouddelven, waarom zou hij zich gaan druk maken om... De politieke, ja, hoe zeg je dat? Om met woorden mensen te overtuigen om het anders te doen. Dan kiest hij voor zichzelf waarschijnlijk, vermoed ik haast. Maar goed, daar ben je al dus politiek actief geworden en op enig moment ook in Nederland. Hoe is dat begonnen? Heb je jezelf aangesloten bij een partij? Ben je opgemerkt? Hoe is dat gegaan? Nou, ik heb 16 jaar lang... in Amsterdam geleefd, maar eigenlijk in een bubbel, want ik heb gewerkt voor een internationale organisatie, de European Society for Opinion and Marketing Research, en ik werkte daar met een internationaal gezelschap aan mensen. De voertaal was binnen het bedrijf was Engels, en ik moest ook heel veel reizen voor mijn werk. En toen kwam 9-11, 2001. Ja. Was het 2001? Nee, het was 2002. Nee, 2001. 2001 toch? Ja. Ja. Oké, toen kwam 9-11 en toen stortte eigenlijk onze markt, zeker voor het gedeelte dat ik deed, stortte een beetje in elkaar. Ja. En toen kreeg ik ook de mogelijkheid om met de gouden handdruk te vertrekken. Ja. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik me gaan oriënteren van wat ga ik doen hier in Nederland. Ik wil een beetje meer thuis zijn bij mijn kinderen en in Nederland. En iets doen hier voor de mensen. Ja. Iets dat meaning heeft, betekenis heeft. Ja. En... toen ging ik naar verschillende politieke debatten toe en ik deed mee. En toen werd ik door Weilen Hilly Akswijk, de moeder van Umberto Tan. Klopt. Ja. Dat was een vriendin van mijn moeder en die zei op een gegeven moment tegen me van... ik vind dat jij gewoon de politiek in moet. En die heeft mij toen aangemeld bij de Partij van de Arbeid. Ja. En die hebben mij toen op de lijst gezet voor de gemeenteraad. Ja. En in diezelfde periode ben ik ook een aantal filosofen tegengekomen die van de filosofie, daar hadden ze, dat hadden ze in de praktijk gebracht op zo'n mooie manier dat ik me bij hun aan heb gesloten. Ik ben ook door hun opgeleid. Welke filosofen heb je het over? Dat zijn drie filosofen uit Limburg. Ja. Ze zijn verenigd in een bedrijf dat heet Governance and Integrity. Ja. En ze zijn wereldwijd bezig om van overheden integere overheden te maken. Okay. Of in elk geval met de overheid aan de slag te gaan op het gebied van integriteit en moraliteit. Ja. En wij zijn dan opgeleid door het instituut van Nijenrode. Die hebben een speciale afdeling dat heet Verantwoord Ondernemen. Ja. En daar ben ik opgeleid tot trainer op het gebied van morele oordeelsvorming. Oké, maar even terug naar het begin. Want naar de politiek. Ja. En toen ben ik dus op de PvdA-lijst gekomen, maar te laag om gekozen te worden. Ja, mag ik je even onderbreken? Want ik wil even naar het stukje van mevrouw Akswijk, die jou... Hilly. Ja, tante Hilly, die is jou opgevallen. Jij bent... Ik ben haar opgevallen. Precies. Zij was mij ook opgevallen, hoor. Want het was een fantastisch mens. Ja, ik heb dat wel vaker gehoord, inderdaad. Maar wat was er, als je je kan herinneren, misschien heeft ze dat gezegd, misschien heeft iemand dat tegen jou gezegd. Wat was er aan jou wat haar echt is opgevallen? Wat kon je goed, blijkbaar? Lullen. Anders,
Wat zeg je? Lullen. Nou, dat is de kwaliteit van politici die inderdaad... maar goed, ik denk dat er meer kwaliteiten waren, toch? Ja, vast en zeker. Vast en zeker. Nooit met maar haar dat, erover die vraag had je aan haar moeten stellen, maar ja, dat kan nu niet meer. Nee. Maar ja, ik weet het niet. Ze hield verschrikkelijk van me en ik van haar. Ja. En, maar heeft ze je nooit een compliment gegeven van dat doe je goed of dit? Ik weet niet. Hoe gaat ja, ze heeft me best wel complimenten gegeven. Maar ze heeft me ook flink op mijn kop gegeven op sommige momenten. Dat kon ze als geen ander. Oké. Okay. Dus ja, en van haar accepteerde ik alles. Dus ja. Dus dat was niet zo erg. Ja. Maar toen dacht ik van oké, ik ben niet gekozen. Maar dan ga ik me wel een beetje verdiepen in die partij. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik, toen had je nog 14 stadsdelen. En ik woonde dus in het stadsdeel Slotervaart. Ja. En toen ben ik daar voorzitter geworden van het bestuur van de afdeling Slotervaart. Van de PvdA. Van de PvdA. Ja. En toen dacht ik, jeetje. Wat moet ik nu doen als voorzitter van dit bestuur? En toen dacht ik ga het eens een keertje vragen aan andere voorzitters. En toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat al die voorzitters maar hun ding deden. Maar dat er bijvoorbeeld nooit een voorzittersoverleg was tussen al die 14 verschillende voorzitters. Oké. Okay. Dus, nou ja. Kenden ze elkaar? Sommigen kenden elkaar niet eens. Ja, maar okay. toen heb ik daar werk van gemaakt. Dus ik heb een voorzittersoverleg in het leven geroepen. En dat is waarschijnlijk de partij allemaal goed bevallen. Dus ik heb meetings georganiseerd tussen de voorzitters en dingen die we gezamenlijk op konden pakken en dan gezamenlijk naar die gemeenteraad toe brengen. Ja, zo, kan je één voorbeeld geven uit die periode wat je gezamenlijk hebt opgepakt en naar de gemeenteraad? Eén ding? Wat voor de wijk van betekenis is geweest? Nou ja, op dat, zelfs toen al was wonen echt een issue. Ja. Van mensen woonden in slechte huizen. Ja. En er was een stadsvernieuwingsoperatie aan de gang. En hoe gaan we met die stadsvernieuwingsoperatie om? Dus daar gingen we met al die stadsdelen over praten. Okay. En ja. Dan zag je dat het eigenlijk niet zoveel verschilde van elkaar. Ja. Of het nou de Bijlmer was of Nieuw-West of whatever. Ja. En daarbij ook de mensen betrekken, want er was een stadsvernieuwingsoperatie aan de gang. Maar de mensen die in die stadsdelen woonden, die werden er niet echt bij betrokken. Dus ik heb toen met de voorzitters afgesproken dat we gewoon veel meer inspraakavonden gaan doen en veel meer de mensen zouden gaan betrekken bij die stadsvernieuwing. Okay. En dat is één voorbeeld. Ja. Maar op enig moment ben je, omdat je werk is opgevallen, schat ik in, ben je gevraagd voor de lijst van de gemeenteraad, bij de verkiezing voor de gemeenteraad. Klopt dat? Ja, dus in 2002 stond ik al op de lijst voor de gemeenteraad, maar op plek 21. Ja, niet verkiesbaar dus eigenlijk? Niet verkiesbaar. En toen ben ik al dit soort dingen gaan doen, hè, met voorzitters overleggen en noem maar op. Ja. En toen in 2006, toen kwam ik weer op de lijst voor de gemeenteraad. Welke plek had je toen? En toen stond ik op plek 7. Dat kon nog net misschien, denk ik, of niet? Plek 7, nee, we hadden die verkiezingen kwamen we met 20 man daar binnen. Dus plek 7 was absoluut verkiesbaar. Oh, oké. Okay. Ja, oké, okay. Dan vergis ik me. Ik dacht dat er een periode was bij een verkiezing. Nee, okay. dat was de periode toen al die leefbare partijen in opmars waren. Ja. Maar in Amsterdam werd de PvdA nog steeds de grootste. Kwamen met 20 zetels kwamen we binnen. In 2006? Was dat? In 2006. Oké, okay, dus je hebt je plekje ingenomen. Hoe lang ben je raadslid geweest overigens? Dat was 8 tot jaar? 2014. Dus in 2010 ben ik weer op de lijst gezet. Ja. En toen stond ik op plek, ik dacht 15. Ja.
En toen ben ik weer de gemeenteraad ingekomen. En tot 2014 ben ik gemeenteraadslid. Ja, wat vond je zo mooi aan dat raadslidmaatschap? Dat je echt iets voor mensen kunt betekenen. Ja? Dat je echt... Ik merk het nu, want ik hoor niet meer bij de PvdA. Hè. Ik ben intussen overgestapt, omdat ik vind dat... Overstap naar? Naar bijeen, omdat ik vind dat die zwarte vrouw die daar in de Tweede Kamer zit, dat die echt alle steun verdient. En ik ben als een van haar beleidsmedewerkers ben ik daar bezig, onder andere. Okay. En wat zou ik nu vertellen? Wat ik er zo bijzonder aan vond. Ja, aan het raadslidmaatschap. Wat ik merk is dat Den Haag staat zo ver af van de burger. Ja. Terwijl als je in de gemeenteraad zit, ben je veel dichter op die burger. Je bent veel meer bezig met wat die burger echt raakt. Dat betekent niet dat Den Haag niet dat is, hoor. Want juist wat daar gebeurt, raakt die burger ook. Alleen de mensen die daar zitten, die af en toe vraag ik mezelf af van... Weet jij wel hoe het leven echt in elkaar zit voor sommige mensen? Ja. En als je in de gemeenteraad zit, dan zit je daar gewoon veel dichter op. Je hebt veel meer contact met mensen. Ja. Dat is ook zo. Maar als het gaat om de PvdA, het verwijt naar de PvdA is dat veel mensen op de lijst werden geplaatst, vaak onverkiesbare plekken. Ik heb het over migrantenkinderen, dus zoals jij. Om andere stemmen, migrantenstemmen te trekken. Maar, uiteindelijk gebeurde er niks mee. Het geldt niet alleen voor de PvdA. Het geldt voor al die traditionele partijen. Die hebben toch op een of andere manier moeite met mensen die anders... Ja, migrantenkinderen op hun lijsten... Ja. Bij de PvdA was het zo dat toen ik er de eerste keer binnenkwam met 20 man, waren van die 20 man ongeveer 6 van migrantenafkomst. Ja. Maar daar was heel veel... Het eerste wat er gebeurde was dat we nauwelijks gekozen waren en Wouter Bos al meteen riep van... We zijn niet de partij van de allochtonen. Ja, dat was echt een pijnlijke opmerking van meneer Bos in die periode. Dat was een hele pijnlijke opmerking. Ik kan me er iets bij voorstellen dat het mensen het gevoel gaf van... we horen er niet bij, eigenlijk. Ja, natuurlijk. Want het was uitgezocht en het was ook gebleken... dat de Partij van de Arbeid zo groot was geworden... vanwege die migrantenstem. Natuurlijk. Ja, dat is al iets van de jaren 70. Elke Surinamer die stemde op de PvdA. Precies. Maar in dat jaar des te meer, omdat er zoveel migranten op die lijst stonden. En we hebben echt zwaar campagne gevoerd. En mensen die normaal niet eens meer naar de stembus toe gingen. Ja. Die zijn naar de stembus gegaan. En dat is wat ik zeg. Het was het jaar... waarin dat akkefietje plaatsvond, dat, hoe heet die, Rob Oudkerk of de burgemeester zegt van... Over Marokkanen. Rob Oudkerk, van die kut Marokkanen, toch? Ja, precies. Van, dus dat Rob Oudkerk zegt van ja... in alle steden zijn die leefbare zo groot geworden. En wij hebben hier toch ook van die kut Marokkaantjes. Waarop de burgemeester tegen hem zegt. Ja, maar het zijn wel onze Marokkaantjes. Ja. Weet je wel? Ja. En dus het begon al heel slecht. En wat ik ook nog slecht vond in die periode. Is dat mensen heel erg slecht werden begeleid. Ja.
En dan zag je toch dat die witte mensen in die fractie, dat die toch allemaal het voortouw namen. En dat de gekleurde mensen erbij als een soort wormvormig aanhangsel bijhangden. Ja. Bijhingen. Ja. En dan ben ik heel lastig. Daarom ben ik waarschijnlijk ook de keer daarop in plaats van op een nog hogere plek, op een lagere plek terechtgekomen, op de 15e plek. Ja. Want ik ben best wel een lastig type. Ik ga mijn mond niet houden. Maar dat lag puur aan, zeg jij, omdat je lastig was? Is dat jouw inschatting? Dat vonden ze, want de kandidaatstellingscommissie, ja, die heeft dat met andere woorden ook echt tegen me gezegd. Ja. Maar Peggy, het zijn de leden, ja, want ik stond volgens mij eigenlijk op plek 20. En het zijn de leden die tijdens het vaststellen van die lijst mij op een hogere plek neer hebben gezet. Ja, maar Peggy, je moet ooit eens een keer van de PvdA gehouden hebben. Maar natuurlijk. En waarom? Hoe is die liefde ontstaan? Was het vanwege Den Uyl? Wie was dat? Nou, die liefde is ontstaan omdat ik eigenlijk, en dat ben ik nog steeds in hart en nieren, een sociaal-democraat ben. Ja. Alleen de Partij van de Arbeid, heb ik ook altijd gezegd, heeft een fantastische job gedaan met de emancipatie van boerenkinderen en arbeiderskinderen. Ja. Maar de mensen die er die nu op de Partij van de Arbeid rekende voor hun emancipatie zijn de kinderen van migranten. Ja. En dat culturele aspect blijkt dus dan toch een verschrikkelijke moeizame rol te zijn binnen het denken van de partij. Omdat intussen is er binnen die partij ook een gedeelte die zegt van ja, maar wij zijn verhuisd zonder dat we verhuisd zijn. Onze wijken zijn veranderd. Dit is anders geworden. Bla, 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 bla. En die mensen willen ze ook nog goed houden. Ja, ik begrijp je helemaal hoor. Maar wat mij het meeste is opgevallen, de Partij van de Arbeid. En als ik met veel mensen praat over ik heb het over de landelijke PvdA natuurlijk. Ik weet niet hoe dat in de gemeenteraden et cetera is, maar ik vond het zo bizar dat een socialistische partij rechtsbeleid ging zitten uitvoeren toen de tijd. Dat was echt heel vreemd. Kijk, er kwamen dat wetten is al, en dat regels die gewoon ja, volledig tegenstrijdig waren aan het sociale beleid van de PvdA, zoals ze dat jarenlang. En dan moet je nagaan dat ik in die periode in mijn tweede periode in de gemeenteraad zat. En ja, dat ik dus eigenlijk dat beleid dat ze in Den Haag aan het maken waren moest gaan uitvoeren in de stad. Het was echt verschrikkelijk. Dat lijkt me nogal alsof je met jezelf zit te vechten dan. De hele tijd. Ja. En ik was ook nog eens een keertje woordvoerder zorg. Ja. En daar gebeurden echt verschrikkelijke dingen. Maar hoe heet het? Het is niet daar begonnen. Het is begonnen met Wim Kok. Ja. Die bepaalde dat hij de ideologische veren van zich af ging schudden en dat er een derde weg moest komen. Dat deed Tony Blair in Engeland. Dat deed Wim Kok hier. En wat gebeurde er? Al die mensen, want dat zie je gewoon, dat patroon. Ik ben het volledig met je eens hoor, met Wim Kok, want dat heeft hij letterlijk ook gezegd. Maar al die mensen, die laagopgeleide mensen bijvoorbeeld, die vroeger allemaal massaal op de PvdA stemden. Waar stemmen ze nu op alle die rechtse partijen? Ja, ze zijn gewoon weggejaagd. Ja. Weggejaagd door mensen zoals Wim Kok en al die figuren die ze nodig hebben. Ja, het is echt heel triest. Want ik vind echt het failliet van de sociaal-democratie, ja, is dat ze de mensen niet kunnen laten inzien dat hun grootste vijand niet de migrant is, zoals
Wilders en Baudet roepen. Ja. Maar dat hun grootste vijand dat liberalisme is. Dat neoliberalisme van Rutte en D66 en de PvdA en GroenLinks. Allemaal gaan mee in dat neoliberalisme. En waarom? Wellicht. En waarom? Dat... Ik weet het niet. Omdat ze intussen... zijn ze salonvaag geworden. Hè? Ze zijn salonveeg. Ja. Het zijn bestuurderspartijen geworden. En wat je ook heel erg ziet is dat als men eenmaal klaar is met zijn politieke carrière, dat men dan een functie krijgt ergens in een of andere organisatie die de politieke connecties van iemand als Wouter Bos of iemand als Wim Kok of noem maar op, gebruikt om hun lobby naar Den Haag door te voeren. Ja. Dus het is gewoon zo'n oude politiek allemaal. En we moeten daar echt vanaf. En je ja. ziet het nu ook heel duidelijk. Zie ik het in Den Haag, die Tweede Kamerleden die daar zitten, die kunnen niet voor zichzelf spreken. De fractiediscipline is zo verschrikkelijk groot, ja. dat je als oppositie eigenlijk helemaal nooit meer iets kunt bereiken. Dus mensen zitten daar niet om als zelfstandige geesten hun mening ergens over te vormen. Ja. Maar er wordt helemaal gestemd volgens een fractiediscipline die niet altijd de juiste beslissingen voortbrengt. Ik zit met weemoed terug te denken aan... misschien lijk ik wel een oude man, maar goed, ik word sowieso oud. terug te denken aan meneer Schäfer, die wethouder toen de tijd in Amsterdam. Ja. Aan Boer Koekoek, weliswaar niet van de PvdA, maar ook zo'n eigenzinnige geest die zich niet liet ringeloren. Dat soort figuren. Nu is het allemaal... Ja, bij de PvdA willen ze tegenwoordig alleen maar iemand hebben die universitair geschoold is. Terwijl als je een brede volkspartij bent, ja. dan heb je er ook een timmerman tussen zitten. En je hebt er ook, hoe heet ze... van Nieuwenhuizen. Van Nieuwenhoven, Jeltje van Nieuwenhoven bedoel je? Jeltje van Nieuwenhoven. Ja. Was bibliothecaresse. Ja. Ik bedoel, dat soort mensen moet je er ook tussen hebben. Mensen die midden in het leven staan, die weten wat het leven betekent. En nou, zelfs bij de VVD hadden ze een meneer, hoe heette die burgemeester later tijdelijk van Amsterdam, lange tijd burgemeester van Den Haag, meneer Van Aartsen. Voor zover ik weet, heeft die man alleen een MAVO-diploma. Voor de rest... Zelfs bij de dus hoezo dan bij de PvdA dan al die universitair gescholden die allemaal het beleid gaan zitten bepalen en eigenlijk gewoon bijna net VVD'ers zijn die een linkse partij hebben overgenomen. Zo komt het op mij over. Ja, het is echt heel jammer. Ja, maar goed. Peggy, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit enerverende gesprek. Ja, vond je het enerverend? Wat zeg je? Vond je het enerverend? Zeker, absoluut. Oh, okay. Maar even terugkijkend op jouw komst naar Nederland in 1967. Je lievelingstante, die je eigenlijk liet opgroeien alsof jij haar kind was. Want ze vond het heel fijn met jou. Je teruggaan naar Suriname, de scholen die je hebt bezocht. Je noemde bijvoorbeeld de Soda Foundation. Hoe noem je dat? Fountain? Soda Fountain. Soda Fountain. Ice cream soda, geloof ik, die zat te smullen. Ja. Opgegroeid aan de Nassilaan en de Maretretenweg. De eerste dag dat je hier was, dat je het heel koud had. De flatgebouwen. Politiek actief zijn in die partij van Ruben... hoe heet die? Ruben of Rudy? Ruben Lipausam. Lipausam. Meer dat socialistische. Nou ja, die meneer is uiteindelijk goud gaan delven. Dat meer geld gaan verdienen. Je politieke carrière hier in Nederland met de PvdA. Een beetje teleurgesteld in die partij, terwijl je eigenlijk heel veel liefde voor die partij had. En nu ben je terechtgekomen bij Bijeen. Als je terugkijkt op jouw komst naar Nederland. En af en toe teruggaan, dan weer terug. Wat zeg je dan? Heb je voldoening? Kijk je met voldoening terug? Geef ze beoordeling, alsjeblieft.
Jeetje, ik had niets van wat ik mee heb gemaakt willen missen. Nee. Ik heb geweldige mensen ontmoet on the way. Ja. Ik heb heel veel plekken in de wereld bezocht. Ik heb daar een netwerk van hier tot Tokio aan overgehouden. Ja. En ik ben gewoon een hartstikke tevreden mens. Ja? Ja. Oké, dus het feit dat je in Nederland terecht bent gekomen en hier je leven hebt doorgebracht, dat geef je, naar ik denk, een voldoende voor. Je hebt daar voldoening in. Absoluut. Ja? Oké. Ja. Mooi. Met dit gegeven gaan we besluiten, Peggy Burke. Ik vond het, zoals ik al zei, een enerverende en leuke uitzending met jou. Veel over jou te weten gekomen. Ik wens je heel veel succes met alles wat je verder gaat doen, ook in de politiek. En ik ga afsluiten. Dames en heren, dit was Karakter met voormalig PvdA-politica Peggy Burke. Dit was Karakter. Tot de volgende keer. Wil je heel graag jouw bedrijf een extra boost geven op de radio? Dat kan. Neem contact met ons op via jmostandvaste@gmail.com of bel naar 010-237-4478.